Yo gast van Almus Normaal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, dit is weer eens even wat anders. Ik zit weer achter mijn setup, want ik heb vandaag een hele leuke video voor jullie. Ik heb namelijk tegenwoordig een eigen Minecraft server en vroeger heb ik die ook heel vaak gehad. Maar nu heb ik de Anthem SMP. Een toffe server waar ook jij in kan. Ja, want deze video is heel even een beetje om te laten zien wat het nou is. Ik stream erop op mijn Twitch kanaal, twitch.tv/almusnormal. Mocht je daar nog niet kijken, kijk daar ook even. Zeker even naar. En wil jij nou heel graag in de server, dan ga ik je zo uitleggen hoe je dat kan doen. Ik doe eigenlijk weinig gamevideo's maken, want het gamen dat doe ik dus op mijn Twitch. Maar ik heb een eigen server en er kunnen nog veel meer mensen in de server, dus het is net zo leuk als ik ook even op mijn YouTube kanaal laat zien wat voor server het nou eigenlijk is. Want naast dat dit een vette bouwserver is, wordt er ook wat roleplay gedaan. Deze roleplay is wel wat serieus, maar tegelijkertijd is ook voor de lol. Het is een beetje wat jij graag wil. Ik vind het super vet en ik doe ook mee met het serieuze gedeelte. Dan ga je misschien op het einde van de video wel eens iets van zien misschien. Maar goed, we hebben al hele toffe bouwwerken. En ik ben ook echt heel erg benieuwd wat jouw bouwwerk zou zijn. Hier is in ieder geval een kleine impressie van de Anthem SMP. Ja, dat ziet er echt super vet uit. Maar laten we dan ook nog heel even wat een beetje kennis maken met de spelers die erop zitten. Ik heb iedereen gevraagd om naar het craftplein te komen. Dus nou, laten we daar maar even naartoe gaan dan. Ah, zo. Nou, daar zijn we dan in de wereld. Ik ben hier lekker aan het genieten van mijn jacuzzi. Mijn secret jacuzzi die ik heb gemaakt. En dan hebben we hier zo mijn slaapkamertje. En hebben we het mooie, prachtige Aurora. Ja, dit is dus een van de vette landen die we hebben in de server. En je hoort allemaal villages, je hoort allemaal dieren. Het is zeg maar een beetje een dierenasiel geworden tegenwoordig. Maar dat komt door mijn landgenoten. Dit is de plek waar wij al onze vergaderingen doen. En waar we allemaal met elkaar dingen bespreken. Naast dat de Anthem SMP gewoon een Minecraft server is, doen we ook aan roleplay. En de roleplay is echt wel heel erg vet. Zoals hier zo hebben wij een heks vermoord. En dit is de krachtplek van de heks, waarbij er ook andere dingen gebeuren. Wat dat betreft, als jij van roleplay houdt, is het zeker een server om te joinen. En hier hebben we dan een mooi bruggetje die ik heb gemaakt. En ik vind het heel vet. Ik vind het ook echt weer super leuk om lekker weer te Minecraften. En gewoon om de tijd te verliezen en zo lekker door te gaan met de wereld. Maar ik heb even aan iedereen gevraagd of ze zich wilden melden op het Craftplein. Het Craftplein is een plein die ik had gemaakt om voor ons allemaal om te verbinden. Om met z'n allen af te spreken op een plek. Om te vragen of ze wilden laten zien waar iedereen was. Om, zodat iedereen kon laten zien wat ze nu aan het doen waren, wat hun project is, et cetera, et cetera. Dus we gaan eens kijken. Hallo! Hallo! Wacht even. Hallo allemaal! Hallo. Hallo, kijk nou, dit zijn dus in ieder geval al de mensen die allemaal zijn toegelaten om hier wel lekker op de server te spelen. Wat is echt ook wat druk ook, joh. Hallo allemaal, we hebben Dream. Dream zit zelfs in deze server. Holy shit. Nee, Debian, Twilight, Suspecie, Subel. Kijk, we hebben hier mensen van Hug Plaza, we hebben mensen van Bikini Broek, mensen van Bacon Town en de mensen van Aurora. Hallo, kijk, we hebben een mooi Aurora schild hier zo. Let's go, je Aurora gang. Let's go. En we hebben IJsbeertje. IJsbeer, grote shout-out naar deze dude. Want die heeft hele mooie plugins geschreven. En enorm goed geholpen. Dat moeten we natuurlijk wel even zeggen. Maar goed. Hey, wilt er iemand wat vets laten zien? Nu we er toch zijn. Heeft iemand nog wat leuks om te laten zien? Ik heb torens. Wauw. En een heel groot gat.
That's what she said. Oh mijn god. Oké, ik weet toevallig dat Hulk Plaza echt wel heel veel vette dingen hebben gebouwd. Zullen we even met z'n allen naar Hulk Plaza? Mag dat iets wel? Ja? Oké, nou, leid de weg, zou ik zeggen. Ik weet de weg niet. Zoals je ziet zijn we al met een heleboel mensen hier op de server. Het is super gezellig. De bouwwerken die komen leger. Er steeds aan. Met z'n allen door de portaal! Yeah. Oh my god. Oh shit. Oh god. Hey joh. Hey joh. Hey. En die honden, die honden. Die honden. Oh nee. Nou, dit is dus een van die dorpen. Laten we gewoon doorgaan. Wow, dit wordt echt een super vet, joh. Dit is gewoon serieus gewoon al echt een dorp, joh. Ja, er zijn paarden dorp. Bij. Wat dacht je van de wat stad? Wat vet. Dit is inderdaad al een hele stad. Echt super gaaf. Jullie zijn niet de enige van Hug Plaza natuurlijk. Wie zetten er nog meer bij? Amy, alleen Amy. Oh, cool. Cool. En jullie hebben dit met z'n drieën gemaakt? Ja. Wauw. Echt super vet. Wat zouden jullie nou echt nog even willen laten zien? Ik wil dat zien. Jouw gebouw is mooi. Nou, dan gaan we naar mijn gebouw. Oké, let's go. Word maar krachtig. Maar dat ik net zo'n Britse drill rap groep of zo met z'n allen zo. Nou, de molen. Wauw. Echt wel gaaf. Heel vet hoor. Superleuk. Oké, nu we hier toch met z'n allen zijn. Waarom zou je deze server echt moeten joinen? Omdat ik erop zit. Oh my god. Oh my god. Wegwezen. Ja, laten we gaan. Ja. Wegwezen. Ja, dan... Het is tijd om te gaan, jongens. Kom. Het is tijd om te gaan. Dit is dus een van de toffe dorpen. Waarbij er veel wordt gebouwd. En zoals je kan zien, er zitten echt hele goede bouwwerken tussen. Eigenlijk wil ik gewoon vragen. Mocht jij het leuk vinden om te joinen, dan join ook gewoon. Doe de aanmelding in mijn Discord. Het linkje staat in de beschrijving. En als je die aanmelding doet, zorg dat je een goede aanmelding hebt. Want wij zijn wel van mening dat wij gewoon goede buildings en goede mensen in de server willen. Zo hebben we sowieso een leeftijdslimiet van minimaal 13. Want deze server bevat ook wel veel roleplay. Oh, yo, ik heb echt een sick leger achter me aan hier. Super vet. We hebben nu al echt een hele hoop leuke mensen in de server zitten. En oh my god. Oh my god. Die hond weg. Dood die hond. Dood die hond. Hello darkness, my old friend. Nou, hier zie je dus al die hele groep. Ik kan het iedereen aanraden om in ieder geval proberen aan te melden. Want het is gewoon een enorm leuke server. Zoals je kan zien, ik heb ook alweer full netherite. We hebben al echt hele leuke dingen gebouwd. Dat heb je ook kunnen zien in de kleine edit voordat de video begon. Ik wilde gewoon heel even door deze video wat meer informatie geven over waar ik mee bezig ben op Twitch. Want naast YouTube doe ik ook natuurlijk Twitch. En met het streamen vind ik nog steeds heel erg leuk om lekker Minecraft te spelen. En daarom is de NFM SMP de server waar ik nu op te vinden ben. Zoals je kan zien, het is super vet. En er zitten heel veel leuke mensen op die graag mee willen doen met het maken van video's, maar ook gewoon met de gezelligheid en vette bouwprojecten maken natuurlijk. Ik zou je dus zeker aanraden om even langs te komen bij een van de mensen die het livestreamt, waaronder ik, op mijn Twitch kanaal of op een van hun Twitch kanalen natuurlijk. Of meld je aan via mijn Discord en kom lekker in de server om samen te bouwen en om samen vette dingen te gaan maken. Ik ben in ieder geval super hyped voor dit project en ik ga dit samen met jullie echt super vet maken natuurlijk. Dankjewel voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Ik zeg like, abonneer, reageer en ik weet niet waarom, maar ik heb ineens een stemmetje en ik weet niet hoe ik dit moet stoppen, maar dankjewel voor het kijken. Ik zeg like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later! Ik zal de wereld moeten beschermen tegen het kwaad. Als oppergod is dat mijn missie. Deze wereld is gecreëerd door mij. En niemand zal deze wereld veranderen.